Ik hoef dus alleen de rapporten nog te printen. Ik had nog steeds iets van 8 tot 10 per dag. Hij zit echt best wel heel erg wijd, maar dit is natuurlijk gewoon heel erg slecht. Maar ja, ik denk ook iets van als je dat een keertje doet, maakt het echt niet uit hoor. Het was echt een heel drama natuurlijk. Maar deze kleur fel vind ik wel heel leuk. Ik ben nog niet echt van die felgroen en zo. Ik snap niet hoe ze het kunnen betalen. Super gezellig, we doen het eigenlijk echt voor het eerst. Soms ook wel lekker om een beetje naar achter te kunnen. Ik kan niet meer winkelen, maar kijk, ik kan wel gewoon leuk een jas kopen. Maar als je dus hem hiervoor pakt. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga nu naar huis vanaf mijn werk. En ik was vergeten de weekvlog te openen, dus ik denk, ik doe het nu even. Hallo. Ik film tegenwoordig zoveel op Insta dat ik niet meer weet of ik mijn vlog ook pak. De laatste stuk. Ik dacht dat ik dit gevlogd had, maar dit was dus net op mijn Insta. Kijk hoe leuk. Iemand, dat is dus Sven van Bully. Love it. Maar even de reacties op mijn weekvlog aan lezen. Kom ik nu pas aan toe. Zoveel leuke reacties. Echt heel leuk. Ik heb nooit zin om uit te stappen, jongens, vooral als het donker is. Hey jongens, goedemorgen. Het is donderdag. Ik heb echt bizar weinig gefilmd deze week, maar er was niks te filmen. Echt super jammer. Ook geen praatding, omdat ik gewoon te moe was. Ik heb vandaag weer niet kunnen uitslapen. Gisteren ging het niet meer. Ik was zo kapot dat ik nu even verder ga met de laatste dingen van mijn rapporten hier thuis. En straks naar mijn werk ga om nog eventjes te printen. Zeg maar één van de vier dingen. Ik kon niet meer gisteren. Zo moe, niet te doen. En nu wilde ik uitslapen, maar ik moet echt veel doen. Volgende week kan ik niet naar World Fashion Center, want dan zijn er oudergesprekken. En ik zag wat leuke nieuwe dingen via de WhatsApp voorbij komen en zo. Dus ik wil daarheen. Ik moet naar mijn werk. Ik moet orders maken, want ik kreeg bijvoorbeeld een DM van hoi voor een Sweet 21 dinner of zo. Of een 21 dinner. Red je het om het dan en dan op te sturen dat ik het dan binnen heb? Toen zei ik, ja, dat kan wel, weet je. Als je me dat vraagt, kan het altijd. Dus ik wil dan meteen even gewoon al die bestellingen afmaken. En nou ja, eerst dus nu nog even 2 uurtjes of zo aan de rapporten. Ik moest mijn haar wassen. Dat kostte ook tijd. En nou, er zijn gewoon veel dingen te doen. Dus ja. En ik was vanochtend dus afgevallen. Terwijl ik me ontzettend dik voel. Maar dat komt echt door slaaptekort. Daar word je gewoon ontzettend bol van. Dus wel fijn. Ik merk dat ik nu al een beetje koorts krijg. Ik weet dat ik het echt heel vaak zeg in mijn vlogs. Maar ik ben gewoon echt toe aan vakantie. Dat niet, maar dat ik moe ben. Ja, en vanavond dan hopelijk een beetje op tijd naar bed. En ik heb wel gewoon 8 uur geslapen vannacht, ongeveer. Maar ik had gewoon heel veel nodig. Want over de maand verdeeld is mijn gemiddelde aantal uur slaap, denk ik, 5-6 uur. En dat is heel weinig voor iemand die eigenlijk meer dan 8 nodig heeft. Dus, oké. Verder gaat het goed hoor. Ben ik nog steeds positief, goed, positief in het leven. Dan is het juist zo moe dat het vermoeide je zo belemmert. Ik ga nu mij opmaken, dat moet ik natuurlijk ook nog doen. En dan ga ik mijn laptop pakken en aan mijn rapport te werken. En ik heb net een Body Fit reep gegeten, dat ik niet zo eetlust. Kopje koffie, glaasje water en let's go. Het is 1:30 en ik ben klaar. Ik ben helemaal op. Lot zegt, moet je naar de wc? Ik zeg, nee, ik moet niet, maar ik wil wel. Dan krijg ik gewoon energie van. Ik had mascara opgedaan, nu heb ik weer helemaal afgepulpt. Ik hoef dus alleen de rapporten nog te printen. Alleen de Parnassus rapporten. En ik heb dus aan een collega heb ik even geappt van hey, als ik nu naar jou mail als pdf, wil jij het voor mij printen? Want dat is natuurlijk super chill. Want het gaat echt om printen. En dat is alles. Dus dat wil ze voor me doen. Dus nu hoef ik niet langs mijn werk per se daarvoor. Dus dat is heel fijn. Ik heb hier ook een print, maar ik heb geen normaal papier. En gaat de inkt erop en zo. Ik had even onder een dekentje moeten zitten tijdens het werk. Want ik ben helemaal koud. Nu ga ik eventjes mijn mascara erop doen. Ik ga eventjes verzendlabels invoeren, printen, even de orders maken. En het wordt wel echt een latertje. Maar ja, als ik om 3 uur bij het WFC ben, is het ook prima. Dus ga ik over een uur weg of zo, dat red ik wel. Oké. Ik voel me dus verder echt prima, jongens. Het is gewoon de vermoeidheid. Oké, mijn haar is wel lekker met je droog. Nu ga ik dus aan de slag met orders. En ik zet even een suikervrij dropje te eten. Ik heb nu steeds deze week er per dag bijgehouden. Gisteravond heb ik niks gedaan, maar dat doe ik dan dus nu. Ik had er steeds iets van 8 tot 10 per dag. Best wel chill. Maar ik kan, voor mensen die dat niet snappen, ik kan dus niet automatisch, ik werk met MyParcel, ik kan niet automatisch de verzendadressen en zo daarin krijgen. Omdat mijn Wix, mijn website, niet gekoppeld is aan MyParcel. Dus ik moet alles handmatiger inzetten. En er is wel een soort systeem waarbij je het kan koppelen. Maar als ik dat doe, komt het totaal verkeerd. Er komt de postcode bij, het mobiel nummer en zo. Dus dat is ook echt een drama. Dus ja, ik moet alles handmatig invoeren. Laatst heb ik bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd e-mailadres ingevoerd.
Toen kreeg iemand helemaal niet voor track and trace en zo. Toen wilden ze wat retourneren. En toen kreeg ook die verkeerde persoon die retourlink. Super stom. Dat ik dan het e-mailadres kopieer. Want anders maak ik misschien fouten in het mailadres. Ctrl-C, Ctrl-V. En dan heb ik per ongeluk verkeerde gedaan. Oh, ik heb nu al veel orders openstaan. 7. Oh, 8. Oké. Ik kan dit trouwens gewoon natuurlijk vanavond ook nog doen. Want als ik het morgen op de poes heb, is het zaterdag. En ze hoeven het niet direct de volgende dag te hebben. Ik ga alleen eventjes die ene doen van dat meisje van Eline. Die het dus echt graag vrijdag wil hebben. Denk ik. En dan ga ik daar nog gewoon lekker naar WFC. Ik hoef het niet per se vandaag te posten, de rest. Oké. Oh, die is zo leuk. Three Little Stars. Ik denk dat ze die gaat geven. Dat is echt wel zo'n cadeautje, inderdaad. Deze. Three Little Stars. Leuk. Sterrenbeeldketting. Zijn die boogschutters zilver? En de Leopard Hugs. Dat is wel alweer de laatste. Nou, ik kan ook de haarbestelling al af. Dat is chill. Ik moet nu natuurlijk nog eventjes de label maken. Had ik die al erin gezet? Ja, oké. Okay. Chill. Soms zet ik er alvast labels in namelijk. Oké, okay, nou. Tot. Ik vind dat het eerste label is. Ik weet niet waarom ik nu dit eerst pakte. Shells, we gaan erin. In de zak wordt het altijd een beetje trui. En dan gaat deze in een leuk zakje. Deze. Het zijn natuurlijk cadeautjes. Dus ik doe even drie. Ik weet niet wat ze allemaal gaat geven. Even drie losse zakjes erbij. Meestal doe ik oorbellen wel samen in één zakje. Zakjes. Ik weet niet of jullie het ook. Het zijn vast mensen die er niks om geven. Maar wauw, ik word hier toch echt zo vrolijk van. Echt leuk om een zoektocht te doen naar waar je leuke zakjes kunt vinden. Deze gaat erin. En deze gaat. En deze. Doe ze niet dicht. Als iemand het dan nog een cadeau wil geven. En deze gaat hierin. En dat is dan klaar. En dan een foldertje erbij. En dan is hij klaar. Om verstuurd te worden. Helemaal leuk. Het orders maken wel echt leuk hoor. Maar als ik het zo elke dag doe. Als ik echt geen orders had. Op het moment vond ik het zo jammer. Heb ik het maar wel eens gezegd. Oh, dit is irritant. Oké, ik ga naar WFC. Ik bouw je ook stom vind. Mensen zeggen dus wel eens van. Ja, Charlotte's broek is te strak. Daarom zie je altijd dit. Maar hij is dus niet te strak. Hij zit echt best wel heel erg wijd. Maar dit is gewoon niet goed. Het is een hele chille broek trouwens van Only. Het is echt de enige broek die ik gewoon... Die nog steeds mooi zit na echt heel lang. Deze had Rebecca me toe geadviseerd. Ik ga dit shirt doen. Dat staat best wel leuk. Heel leuk zelfs. Mijn hoofd is echt helemaal overleden. Maar goed. Ik hoop het. WFC kost heel veel energie. Dus ik weet nu al dat ik heel moe ga zijn. En ga denken, oh, wat doe ik hier? Maar ik wil het te graag. Jammer hè dit. Ik vind het heel lelijk staan. Ook altijd met shooten vind ik dat heel zonde. Maar ja. Ik doe dit shirtje aan. Want dan doe ik een jasje overheen. Het is er altijd heel heet. En ik heb wel... Dit vind ik eigenlijk niet kunnen. Zilver. Dit vind ik meer goud. Moet ik eigenlijk gouden oorbellen doen. En ik wilde dit tasje mee. Maar ik vind het leopard en dit altijd een beetje heftig. Boeit ook echt helemaal niet hoe ik eruit zie daar hoor. Oh, dat is niet handig, want dan heb ik mijn handen niet vrij. Ik doe wel een andere tas. Maar deze zijn zo chill, want hier past echt alles in. Het is zo handig. Jongens, er is zon. Ik heb net bij de mijn orders weggebracht. Ik heb bij de snackbar een Red Bull gehaald. Ze hadden alleen een normale, niet de light. 110 calorieën zitten er dus in. Dat valt echt reuze mee, maar het is natuurlijk gewoon heel erg slecht. Maar ja, ik denk ook iets van als je dat een keertje doet, maakt dat echt niet uit hoor. Ik heb het gewoon echt nodig. Kilometer. Ga rechtsaf om in te voegen op de A1 richting Amsterdam. Ik heb serieus meteen het gevoel dat ik iets meer kleur in mijn gezicht heb ofzo. En er is de zon en het maakt me zo gelukkig, maar ik kan er niet in zitten, want het WC is over 2 uur al dicht. Ik heb nu maar 1,5 uur daar. En dat is best kort. Dus, maar deze zon, ik heb wel het gevoel dat door het raam heen al, dat mijn lichaam daar gewoon zo blij van wordt. Ik wil zo graag eventjes, ik ga straks het raam hier open doen, want dan vang ik wat UV. Heerlijk. Hallo jongens, ik ga even praten met jullie. Zo. Het was echt een heel drama natuurlijk.
Hij zegt dus heel vaak bij mij maximum bereikt. Dus ik had een bepaald bedrag, ik had het verhoogd en alsnog zegt hij maximum bereikt. Dus ik weet nu bij welke winkels ik als laatste ga. Voor het geval dat hij dat zegt, kan ik het naar hun overboeken. Want ze staan in mijn systeem en ze weten het en dat gaat altijd goed, weet je wel. Dus nu ging ik naar zo'n winkeltje met verpakkingsmaterialen. Echt best wel heel erg duur, weet je. Eigenlijk volgens mij gewoon een beetje AliExpress-achtige dingen en dan echt wel wat duurder. Maar ik wil namelijk... op de 23e, als ik dus in die winkel sta, wil ik natuurlijk tasjes hebben als mensen kleding kopen. Ik bedoel, sieraden kun je gewoon leuk in zakjes meegeven wel. Weet je, het wordt echt heel duur anders. Tassen zijn echt duur. Maar dus ik wilde even 25 grote felroze. Er zit trouwens de hele tijd wat in mijn ogen. Dus ik hoop dat het goed gaat met draaien. Felroze zakken gekocht. Maar ja, daar kennen die me nog niet. Stond er weer maximum bereikt. En ik had nog kleine leopard zakjes en stickers waarmee ik dan prijzen op de kleding kan plakken. Zo stom. En toen moest ik echt 10 minuten wachten. En toen kon ik het gelukkig wel overboeken. Toen wilde ik mijn parkeergeld betalen. Dit is echt heel lelijk. Zo. 7,20 was parkeerkosten. Dat deed hij het ook niet. En toen liep er gelukkig. Waren allemaal lieve mensen vandaag. Een lieve man langs. En die trok zijn pasje. En die zegt, ik betaal het wel. Ik zeg, nou, ik boek het meteen naar je over. Weet je wel. En anders had hij het ook niet eens erg gevonden. Maar ik bedoel, dat is best wel een groot bedrag voor parkeergeld al helemaal. Dus heb ik het ook meteen weer naar hem overgeboekt. En voor die winkel had ik ook bij mijn kledingwinkel dat. Wat wel heel goed nieuws is, is dat ik had de Cotton Candy trui en de Living in It trui. Die gingen heel hard. En daarvan kreeg ik te horen van ja, ze komen weer terug op voorraad, bla 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 bla. En toen appte ik zo, daar komt het weer. Toen zei ze, het komt niet meer. En toen werd ik echt gek. En nu waren ze er weer. Die blauwe trui met de V-hals, waar ik ook op mijn Insta zo'n foto mee heb, die heel populair was, heb ik er weer 3 van gekocht. Ik dacht ook niet te veel, want... mijn ervaring is dat vaak als mensen er heel erg naar vragen en na een tijdje is hij er ineens weer, dan loopt hij ineens niet meer. Waarschijnlijk omdat mensen het dan al ergens anders of zo hebben gekocht. Ik kreeg laatst ook de vraag van iemand, komt hij nog? Toen zei ze van, ik bestel het liever bij jou dan bijvoorbeeld die blauwe trui op ASOS, weet je wel. En toen zei ze, oké, nou ja, dan bestel ik maar die op ASOS. Dus zij gaat hem sowieso al niet meer bestellen, dus zo werkt het een beetje. Maar die heb ik dus nu ook in lila. De paarse kool is er weer. En ik heb echt geweldige nieuwe lange truien met strepen. En in lila, beige en roze met witte strepen. Echt geweldig. Ik heb heel veel nieuwe sieraden die ik nog niet online kan zetten. Omdat er allemaal foto's nog niet van te krijgen zijn. Maar ik dacht, hoe leuk is het als ik die niet op mijn site ga zetten. Maar dat ik die echt ga bewaren voor de pop-up. Dus dan ga ik allemaal hele leuke rekjes maken. En dan ga ik die sieraden echt exclusief houden voor de pop-up. Ook nog redelijk betaalbaar. Want dat is best een betaalbare groothandel. Wat echt heel fijn is. Dus allemaal hele leuke sieraadjes. Ik ga ze nog wel laten zien. Maar ik dacht, dan hou ik ook wat exclusief. Weet je, qua dingetjes. Dus dat. Ik vind het heel leuk. Want het is natuurlijk al over... 2 weken? Is het nou zaterdag over 2 weken? Ik weet het even niet. In ieder geval, dus het zou echt super leuk zijn als er mensen naartoe komen. Natuurlijk is Spijkenisse. Als je al wel een half uur ervan aan, kom gewoon langs. Weet je, dan kan ik jullie ontmoeten. Kunnen jullie mij ontmoeten. Kunnen jullie de spulletjes bekijken. Ook als je niks wil kopen, kom. Super leuk. En de kapster is ook echt top. Dus als je misschien je haar wil laten doen of zo. Het wordt echt heel leuk. Ze was al bezig met cupcakes en ballonnen. En het wordt echt zo leuk. En ik ga het zo leuk neerzetten allemaal. Oh, mijn cameraklepje liet ik achtervallen. Dat is echt heel irritant. Waar is hij? Oh nee. Oh. Carver. Ugo. Hele leuke sieraden die ik dan een beetje exclusief hou. En wie weet heb ik geen tijd om te shooten voor die tijd. En is er ook nog wat kleding exclusief. Dus. En alle leopard flare broeken heb ik weer kunnen aanvullen. En helemaal blij. Yes. Ik ben wel kapot. Maar nu ga ik lekker naar huis. En ik ben echt wel heel blij dat ik ben gegaan. Ik dacht, ik ga eventjes nog hier naar de Action. Want... dan vermijd ik ook een beetje de file, want de file is hier altijd heel erg. Maar het is natuurlijk nu pas 5:05, dus waarschijnlijk is het nog net zo erg. Ik heb een paar leuke rekjes, dingetjes gekocht waar ik sieraadjes aan kan hangen. Voor de pop-up. Superleuk. Ik heb al heel veel, maar dit is gewoon superleuk. Bij de Action, en ik kocht bij de Turk deze salade. Het is tot hier gevuld. Het kostte 3,50 en het is letterlijk gewoon alleen maar dit. Het lijkt misschien nu wel chill, maar ik vind het best duur. Nou, het is wel gewoon vers. Het is echt zo'n sapkuur. Etentje. Op de vet daarna. Maar er zit vet weinig vet in. Maar wel heel gezond. Een lekkere komkommer. Gisteren zei ik op Instagram. Ik zou willen dat je op thuisbezorgde komkommer kon bestellen. En echt 50% was het met me eens. Dus ik heb net 2 komkommers gekocht bij Albert Heijn. Want ik hou echt van komkommer. Ik had zongerijpt en mango gekocht. Die zo gerijpt was. Dat heb ik nog nooit gezien bij de appie. Hij was gewoon oranje. Hij was echt boterzacht en zoet. Dus die heb ik net gegeten. Ik voel me echt vet chill daardoor. En...
Ik heb frambozen gekocht en optimaal kwark. En aardbei bij de Turk. En lenzenvloeistof, want ik word gek van mijn oog. En ik had echt eergisteren nog lenzenvloeistof gekocht, maar ik kon gewoon niet auto rijden. Dus dat is gelukkig. Ik deed het in mijn ogen en het was weg, het veldje. En nu regent het dus heel erg. En ik zit echt te denken, ga ik hier gewoon even chill blijven staan? Of ga ik gewoon rijden? Want met dit weer duurt de file denk ik echt tot 7 uur. Dus kan ik beter maar gaan rijden. Maar ik haat file, want dan sta je alleen maar stil. Ik kan er niet tegen. Ja. Nee. Ik dacht, ja, ik ga niet allemaal matentassen kopen. Want kleine dingen hoeven niet per se in de tas. Maar ik dacht, als iemand dan kleding koopt of grote artikelen, heb ik deze vuilroze zakken gekocht. Het zijn er 25. Dus dat is echt super leuk voor de pop-up store. Ik moet natuurlijk ook niet te veel daar kopen, want anders heeft de hele dag financieel gezien geen zin. Maar goed. En ik heb deze zakjes nu in het klein, want die waren daar steeds op. Het is daar dus best wel duur, maar ik vond het wel leuk. En ook deze stickers, zodat ik prijsjes kan geven. Eigenlijk is dat natuurlijk zo van roze is zoveel procent korting. Eigenlijk is het daarvoor, dat soort stickers, maar dat maakt mij niet uit. 3 geweldige nieuwe truien. Lange truien. En dit is de beige variant. Mega leuk. Echt heel leuk. Niet te dik ook, want het is natuurlijk niet heel lang winter meer. En die dus ook in deze twee kleuren. Die zijn wel echt amazing. Ik dacht, ik doe er ook beige bij, want ik weet dat mensen dat leuk vinden. Die is een beetje, dit is een beetje meer crème beige in het midden. En dat is echt wit. Dit waren echt een nieuwe. Ik vind het echt geweldig. Ik heb er nu dus maar 1 per item. Ervan uitgaan dat het klopt dat ze weer binnenkomen. Want ja, ik wil toch niet risico's lopen. Dus ik begin toch maar met 1. En heb ik van de populaire blauwe truien die niet meer zouden komen. Of eerst wel, uiteindelijk niet meer. Die zijn er toch weer. Die stonden echt heel mooi. Daar heb ik er nu 3 van bij gekocht. Dus die ga ik zo eventjes ophangen. En dan maar hopen dat het weer loopt. En ik heb die nu ook in het lila. Want lila heb ik al heel veel in de shop. Maar ik vind het gewoon geweldig. En 2 keer in mega fel. Ik ben nog niet heel erg van de felle kleuren. Vroeger wel. Maar deze kleur fel vind ik wel heel leuk. Ik ben nog niet echt van die fel groen en zo. Maar wie weet, over een tijdje wel. Maar dit vond ik wel heel tof. Dit is echt wel heel fel roze, maar net wat donkerder. En ja, dus weer die blauwe. Ik ga het zo lekker ophangen. Vind ik zo leuk. Dan zie ik wat ik heb. Deze weer aangevuld. Die is ook best wel populair. De Oh So Lovely trui in lila. Die hebben we ook in blauw. En de mega populaire 2 keer de trui met kool. De mega populaire trui die bij mij dus heel leuk stond. Waar ik heel veel vraag naar kreeg. En die was toen meteen op. Super jammer. Van Delvin dus ook. Heel mooi merk. En bij deze groothandel verkopen ze echt hele goede kwaliteitskleding. Dus dat vind ik echt super fijn. En ook nog best wel tegen goede prijzen. Alleen zij zijn best wel een kleine winkel. En ze hebben ook niet mega groot assortiment. Maar ik ben echt heel erg fan van hun items. Ik ben nu heel benieuwd naar de streeptrui. Ik ben zo benieuwd. Hi zoon. Ja, ik heb sowieso geen donkere kleuren bijvoorbeeld meer. Dit zijn allemaal pasteltintjes en zo. En felle kleuren. En geen kolletjes meer. Niet te dikke stof. Dus het is niet heel winters. Niet echt. De nieuwe dingen in ieder geval niet. Lotte, je moet niet te veel winter doen. Ja, ik heb nog geen t-shirts met korte mouwtjes en zo hoor. Maar dit loopt ook tot nu toe niet heel erg goed. Dus ik doe nu nog wel even wat truien. Maar inderdaad niet meer de dikke kooltruien of zo. Ik denk ook dat daarom die bolletjes trui niet meer bij ze binnenkwam. Omdat het gewoon net voor het seizoen een beetje te laat is. Hé hey, jongens. Sorry, ik blijf even kijken naar die reclame. Hè? Ik snap niet hoe ze het kunnen betalen om zo'n lange reclame te doen. Maar ik ga dit sms'en. €1,85 per maand is echt niks voor mij dan. En ik vind dat zo belangrijk, die mensen die de dieren helpen. Maar hoe kunnen ze dat financieren? Want ze krijgen van de overheid geen geld. Ik neem aan dat niet RTL 4 of 6, wat is dit? SBS 6 zegt, bekijk Dancing. Jullie mogen gratis dit hebben, deze reclame denk ik. Dus weet je hoeveel geld zo'n reclame kost? Daar moet je wel echt gestoord veel sms'jes voor krijgen om dat weer te kunnen vergoeden. Ik weet het niet hoor, dat werkt. Maar ik ga dat in ieder geval sms'en, want ik vind Stichting Dierenlot wel echt heel goed als ze doen wat ze zeggen dat ze doen. Hé, Bolletje? Hij is dus een koorddanser. Ik heb dus net alle kleding op Instagram laten zien. En dat is weer jammer dat ik dat dan niet in de vlog heb laten zien. Dus ik dacht, ik ga eventjes het filmen. Misschien wel vanaf mijn laptop. Dat jullie het even kunnen zien. Ik krijg zoveel leuke reacties erop. Volgens mij volgt echt bijna iedereen die mijn weekvlogs kijkt. Kennen jullie dat?
nieuwe trui aan te kijken. Hoe leuk. Ik ben te lang om deze als jurk te dragen. Maar stel dat je dus 1,60 bent of zo, kun je deze dus ook als jurk gaan dragen. Deze is ook echt mega leuk op een broek, in een broek. Deze is er ook in roze. Maar dat duurt nog even voor. Ook mega leuk zou dit zijn op een legging. Ik heb nu dus een sportbroek aan. En dit is een one size en kijk hoe chill die bij mij zit. Echt, ik hou er zo van dat ik one size kleding heb die dus niet mini is. Oh, sorry. Hoe geweldig is dit? En het is ik ben aan het wachten tot dancing weer begint. Ik vind het echt geweldig. Oh, kijk hoe leuk. Oh, ik moest het halen bij de deur. En de cotton candy trui. Ik laat gewoon meteen alles in, maar toch gaan passen. Komt ook in 2 nieuwe kleuren. Lila. Superleuk. Geen idee wanneer het komt. Maar deze dus. En in deze mega felle kleur. Ik moet nog even wennen aan deze trend. Vroeger vond ik het helemaal geweldig, maar ik heb echt serieus... Wel groen en zo is nog... En ik vind deze echt zo leuk. Oh, dit is leuk. Hij is meteen verkocht naar deze story. Zo leuk. En die is dus ook in deze felle kleur. Die was op, maar niet door. Die andere kleuren niet, want die wat donkerder zijn. En de red... Zie je hoe fel die is. Dan zie je de kleuren naast elkaar. Geweldig. Ik ben zo blij voor iedereen die door is. Ik ga altijd helemaal meeleven met dit soort programma's. En ik ben echt team Denise. Ik vind haar zo leuk. Dit is toch echt het leukste programma. Ik vind dit echt het allerleukste danszang. Wat dan ook programma dat er is. Echt. Dit is echt geweldig. Het pakket wat ik gisteren dus had laten opsturen was er dus nu al. Ik ging net mijn pakketten dus afleveren bij de Rumera. Ten eerste wil ik zeggen dat ik het echt super leuk vind. Dat ik dus nu elke dag weer pakketten heb verstuurd. Dus dat mensen gewoon steeds... Nou ja, niet de volgende dag, maar dat ik het steeds de volgende dag verzond. Zelfs als mensen in de avond hadden besteld. Echt superleuk. Dus dat vind ik heel erg leuk. En toen stond er ineens en die doos van de groothandel. Ik ga echt niet elke keer nu mijn spullen laten zien hoor. Maar ik dacht, laat ik vooral even weten of je het leuk vindt. Ik laat weer even wat sieraden zien. Die dus allemaal nieuw zijn. En... Ik heb net in de auto, want ik ging naar mijn werk voor de Action, heb ik eventjes een bestelling geplaatst bij een andere groothandel voor displays en zo. Heb ik een aantal displays besteld voor de pop-up. Ik weet dat ik er echt heel veel voor bestel, maar ik vind het heel leuk. En weet je, misschien laat ik daar ook wel een deel staan of zo. Want ik heb hier zoveel leuke oorbellen besteld, echt van alles eentje en zo. Wat ik zei, wat nog niet op de site staat, dat ik dat misschien leuk in rekjes wil doen. Ik heb eentje voor ringen en armbanden en bla bla bla. Dus... Ja, misschien ga ik wel niet alle sieraden laten zien, maar het zijn ook echt hele mooie minimalistische dingetjes en zo. Misschien ga ik het wel niet allemaal laten zien, maar ik vind het wel even heel leuk om bijvoorbeeld de zonnebrillen te laten zien. Kijk, volgens mij vinden jullie het echt best wel saai als ik gewoon de hele tijd dit soort dingen laat zien en dan wordt het niet scherp en blablabla. Maar ik vond de zonnebrillen toch tof. En vorig jaar liepen zonnebrillen niet eens heel goed hoor, maar ik dacht in die pop-up ook, dan kan je het passen en zien. En ik heb gewoon heel veel... Zeg maar dan één. Ik vind het zo tof. Ik wilde ze zelf echt allemaal hebben. Ik ga ze nu niet allemaal eruit halen, want ze zitten net goed beschermd. Nou ja, dat is ook het probleem. Kijk, als ik al die sieraden leuke displays ga doen en ik wil ze wel versturen online, dan moet ik alles daarna weer terug in de verpakkingjes doen. Want in de winkel kan je natuurlijk presenteren, maar online niet. Dus dat is wel nog even een ding. Vanavond ga ik sowieso... Morgen moet ik echt mijn huis opruimen. Ik heb niks gepland. Ik moet echt opruimen, ik moet body's kooi verschonen. Ik moet heel veel retourtjes regelen. Want ja, met kleding krijg ik gewoon toch wel wat retouren. Echt mailtjes van meiden van ik wou zo erg dat hij niet past. Of oh, weet je wel. Maar ja, dus ik ben best wel opgestapeld. Dus ik heb 14 dagen ervoor, dus ik heb dat heel even uitgesteld. Ik heb ook hele leuke ronden. In roze, rood, beige. Ik laat deze wel even zien. Dus dat moet ik morgen echt doen. En dan komen dus die displays binnen, dus dan ga ik lekker dat allemaal leuk erin doen en zo. En vanavond ga ik heb ook weer een nieuwe bestelling geplaatst met sieraden en zwarte scrunchies, velvet uiteindelijk weer. Maar dan ga ik vanavond eventjes op de bank zitten, wat ik altijd op vrijdag doe. Maar ik hoef van mezelf niet dan niet te werken, want ik heb eventjes zin om even wat dingen op de site te gaan zetten. Want ik heb, normaal was ik echt altijd, zodra ik een bestelling had geplaatst, zet ik het op de site. Maar dat doe ik nu niet meer, omdat ik eerst zeker wil zijn dat ik de artikelen ontvang. Omdat groothandels nog wel eens fouten maken. Dus ik heb er nu zo lang mee gewacht, dat ik denk, hallo, het wordt een beetje zonde nu. Het was te druk. Dus vanavond ga ik even al die barcodes intoetsen en de foto's opzoeken en zo. Maar kijk, oh ja, deze had ik trouwens al, maar ik heb nu dus ook deze. Zo leuk. Maar ook dit soort. Een soort van marmer idee en... Heel leuk, zo'n setje.
Ik bedoel, dat, ik vind het ook zo leuk om gewoon wat dingen exclusief voor de pop-up te hebben, wat ik al zei. Ik dacht, dit vind ik ook echt voor iets voor Linda. Dat vind ik ook wel heel tof. Nou ja, van de slang hadden ze hier bijvoorbeeld de ketting. En wat ik ook heel leuk vind, dat ze van de Wereldbol hier dus de oorbellen hadden en zo. Dus hetzelfde, maar dan andere artikelen. En ik vind deze ook echt heel gaaf, dit soort oorbellen. Die ga ik allemaal op die displays doen. Er komen dus, dat is vet goedkoop, maar ik krijg iets van 20 oorbellen displays binnen van die plastic. Ja, dit ook. Te gek gewoon. Zo gaaf. Ik laat toch even een paar zien hoor. Hallo Walla. Oh, het is heel erg, jongens. Ik weet het. Maar ook echt zo'n gave ring. Een slang. Ja, dat ga je nu niet kunnen zien. Maar heel subtiel. En heel leuke muntjes. Ik ging echt, dat doe ik meestal niet echt, maar ik gooide gewoon naar alles in. En kijk, ik had echt van die bestseller Sparkle & Shine ketting. Hadden ze dus hier de oorbellen van. Dus echt heel grappig. Heel veel dezelfde items. Hier zie je de wereldbolletjes nog wat beter. En dan bijvoorbeeld in plaats van de ketting hadden ze hier dus de ring. En ik ben dus niet gelovig, maar ik vind die kruisjes oorbellen altijd wel gewoon heel leuk. En misschien zijn mensen wel gelovig. Hier, van deze oorbellen die ik al heb, hebben ze dus hier de ketting. Echt super awesome gewoon. Dus dat heb ik jullie dan even laten zien. Let me know of je het leuk vindt. Ik doe het echt niet elke keer, want ik weet ook dat mensen het niet leuk vinden. Maar dan denk ik, ja, mijn shoplog vond iedereen altijd leuk. Dus dit is ook een soort shoplog eigenlijk. Ik heb nog maar 14%. En ik moet vanavond op tijd slapen. Ik had ook een vraag over dit tasje. Die was echt meteen uitverkocht. Bij deze groothandel hebben ze hele gave tasjes. Ook wel echt van, ik vind het best wel moeilijk om tasjes te vinden die een beetje goede kwaliteit zijn. Dit is ook echt wel zo'n, ja, zo'n moedertasje, weet je. Die gewoon, het is geen leer, maar het lijkt wel echt een beetje op leer. Van die ideale tasjes, gewoon super leuk. Dus die heb ik nu ook in andere kleuren gehaald. Ik had hem eerst alleen in geel. Maar ik vond het zo leuk. Ja, en dus al de flarebroeken. De slangen, de Leo. En waar zijn alle scrunchies? Ja, heel veel scrunchies. Ook deze. Ik weet niet of ik die echt leuk vond, maar ik dacht, ik doe hem er wel bij. Want hoe meer scrunchies, hoe leuker op de site. De bruine slang, die echt super snel op was. En dit tasje in zwart. Ik denk dat dit misschien nog wel echt een bestseller kan worden, maar hoe awesome. Er zit wel een handschrift bij trouwens hoor. Ik wil deze ook heel graag zelf. Ik vind het echt een heel, heel mooi vrouwelijk tasje. Nou, we hebben ze alle scrunchies gewoon hierin gegooid. Die waren ook heel hard gegaan. Echt hele mooie. Ook best wel wat bijzonderder zijn deze scrunchies. Want die zie je ook niet op elke grote van hier staan. Maar even sorten. Heel veel broeken. Ik heb ze er gisteren opgezet. En deze is alweer uitgekocht. Dus ik ga kijken of ik vanavond weer een bestelling kan plaatsen. Het zijn ook echt hele chille broeken. Linda vond ze ook heel chill. Oh ja, nog een zwart tasje. Ik zag die tasjes en ik bleef maar in mijn mand doen. Ik was ook heel veel kwijt, maar zo mooi. En ik was echt op zoek naar gewoon mooie tassen. Ik vond dat ik dat nog best wel weinig had. En nog eentje. Deze in het groen. Zie je wat ik bedoel? Dit zijn echt geen marktassen of zo. Ik vind deze echt ontzettend chic. Ik hoop dat het weer een beetje succes worden, want ik heb de foto ziet hoe leuk ze zijn. Ze zijn echt geweldig. Alle broeken, nou. Scrunchies in echt een beetje natuurlijke tintjes en zo. Ik dacht, ik probeer even een gekke headband, slangen headband. Let me know of je het leuk vindt. Ook als je het niet leuk vindt, meestal doe ik wel gewoon precies wat waar ik zelf zin in heb. Maar het is wel gewoon fijn om in je achterhoofd een beetje te houden wat mensen leuk vinden. Dus. Ik hoop dat jullie morgen iets minder een soort van scheel gezicht zien. Goedemorgen jongens. Ik ben zo blij dat ik deze dag heb ingepland, want ik kan niet meer. Susanna zegt net dat ze wel kan, want ik wou met haar afspreken en foto's maken. Maar ik ga echt geen ja zeggen. Ik ben echt zo moe. Ik ben zo toe aan deze dag. Er moet zoveel ook gebeuren waar ik niet aan toe kom. Ik heb net de bolse, kleine bolse kooi verschoond. Heerlijk. En ik ga de keuken doen, weet je, want ik heb dit helemaal nooit meer dat het zo troep is. Ik ga stofzuigen. Ik ga allemaal dingen doen en ondertussen ook gewoon lekker een beetje chillen. Maar kijk, nu kom ik hier aan toe. Dus dan is het ook niet vervelend, snap je? Dan is dit ook gewoon ontspanning. Dus dit ben ik vandaag. Ik ben echt op, eventjes. Maar dat komt helemaal goed hoor. Gaan we lekker naar je kooi. Hier, tafel, hartstikke vies. Lekker even schoonmaken. Goedemiddag jongens, het is zondag en ik ben op weg naar Jurkhof in Hilversum.
Mijn vader zit er al, want ik ben een kwartier te laat. Maar ik ben al in Hilversum. Ik heb nog helemaal niks gefilmd, maar het is hier een beetje awkward om te filmen. Hier is papa. Super gezellig. We doen het eigenlijk echt voor het eerst. Lunchen. En papa had de Buddha bowl salade. Nu gaat hij nog even kijken of hij nog wat wil drinken. Ja, niet te zoet. Geen idee meer. Mensen vinden het altijd leuk als jij in de vlog zit. Zeg je? Mensen vinden het altijd leuk als jij in de vlog zit. Oh jee. Hoi. Oké, papa en ik hebben nog even samen door de winkels gelopen, maar nu zijn we gesplitst. Want hij gaat nog eventjes naar de Mango en ik moet echt even nog wat dingetjes kijken. En anders lopen we alleen maar achter elkaar aan. Maar het was zo gezellig. Wij gaan namelijk... Wij doen het bijna nooit met z'n tweeën. En als ik met mama ben, ben ik altijd best wel heel erg druk en zo. En dan kom ik niet heel goed toe aan het kletsen met papa. Terwijl papa en ik het echt super goed met elkaar kunnen vinden. En eigenlijk hoe ouder ik word, hoe beter ik het met hem kan vinden. Het blijft ongemakkelijk om te vloggen. Ik vind het zo aandachttrekkerig. Maar anders vergeet ik het weer. Maar het was zo leuk. We kunnen zo samen genieten van dezelfde dingen. We hebben zo fijn gekletst. Gewoon 2 uur lang of zo. En nu denk ik echt, oh, ik wil mee naar Baarn. En ik wil naar jullie toe nu en de hele avond samen zijn. Maar dat doe ik niet. We moeten gewoon lekker staan, vaker afspreken, vaker lunchen. Nu ga ik even naar de Jisk, want ik ga kijken of ik een rolkrukje kan vinden. Want ik wil dus voor mijn webshop kunnen rollen eigenlijk door mijn magazijntje heen. Dat ik gewoon veel effectiever die orders kan maken. Wel wat luier, want het zit ik heet op mijn kont, maar daar gaat het niet om. Weet je, dan kan ik gewoon... Dus ik ga even kijken of ik hier een rolkrukje kan vinden. Ik zit er nu op eentje, die is 75 euro. Die ik wel heel chill vind. Het is wel, vind ik wel een beetje duur, maar het is wel een aanbieding. Het is wit leer. Hij is voor mij 130. En hij heeft wel lekkere steun in de rug. Alleen als ik zit. Als je orders zit te maken, dan zit je natuurlijk zo. En dan voel ik echt niks van die ruggensteun. Terwijl je hebt ook soms van die krukken waar je echt zo goed op zit met zo'n steuntje onder je rug, weet je wel. Ik zit niet zo, of wel? Nee. En ik vind hem ook wel echt mooi staan. Hij moet ook niet te groot zijn en niet te veel ruimte nemen. Zoiets kan ook wel. 70. Oh, deze geeft wel echt veel meer steun in de rug. En ook dat het soms ook wel lekker om een beetje naar achter te kunnen. Dat kan met deze niet. Ik vind het wel stiekem toch wel interessant dat die ene wel echt veel meer afgeprijsd is. Mijn eettafel is trouwens ook van het Jisk. Ik krijg er best wel vaak vragen over. Oh, deze ook mooi. Kijk. Het is niet echt in mijn stijl. Ik vind het wel altijd mooi. Ik ben echt niet goed in kiezen, joh. Grappig. In mijn hoofd dacht ik dus, ik kan de beelden terugkijken en dan beslissen. Want dat doe ik vaak bij mijn pashokjes op blog. Maar ik kan het natuurlijk, het heeft helemaal geen zin, want het gaat om hoe het voelt. Deze teddyjas is echt gewoon next level. Maar ja, wie gaat er nou nu nog een teddyjas kopen? Deze is trouwens ook te groot, veel te groot. Maar ik zei net op Insta-story van, jongens, ik kan niet meer winkelen. Maar kijk, ik kan wel gewoon leuk een jas kopen, maar... Dan koop ik nu voor 60 euro een jas. Terwijl ik al duizenden teddyjas heb en het al bijna lente wordt. Hij staat ook helemaal niet zo leuk trouwens, omdat hij te groot is. Deze is echt geweldig. Bij de Zara. Hey jongens, ik ben weer thuis en ik heb niks gekocht, like always. Oh, ik hou van deze trui. Iedereen geeft me complimenten als ik hem aan heb. Ik vind hem zo leuk. Nu ik ze weer opnieuw kon kopen, mocht ik er van mezelf ook een hebben. Heel leuk. Zit heel erg lekker. En lekker groot. Bij mij is hij echt nog groot. Ik heb hem nu in mijn broek. Superleuk. Wat wou ik zeggen? Oh ja, ik zat net op Instagram. Ik denk, ik laat het jullie ook eventjes zien. Trouwens, ik zeg het helemaal niet op Instagram. Ik stuurde net naar een meisje die erom vroeg. En dan krijg ik die vraag best wel vaak. Ik ga even inzoomen hoor. Kijk, deze oorbellen. We hebben dus best wel veel oorbellen met deze sluiting. En dit is zeg maar niet die standaard hele makkelijke sluiting. Maar hij is dus veel makkelijker dan je denkt. En dat wist ik eerst ook niet. Dus ik ga het even laten zien. Kijk. Deze zijn dus van stainless steel. Als je dus hem hiervoor pakt en hierachter, dan trek je hem dus zo open en heb je hem eruit. Er zit dus een scharniertje zeg maar in. Het is niet zo'n oorbel die je dus zo erin moet poeren. Je doet gewoon dit. Je doet hem gewoon open. Maar het is dus niet zo dat je met één nagel klik doet en hij is dicht. Je moet echt wel eventjes kracht zetten. Dan doe je hem dus in je oorgaatje. Nou, dan hangt hij erin en dan hoef je alleen maar gewoon... Luister maar. Klik. Zie je? Dus je ziet, het is niet geen werk, maar het is heel makkelijk. En je kunt hem dus niet met één uitkrijgen. Dan moet je echt trekken. Dus je pakt de achterkant en de voorkant. Kijk, het lijkt nu van al heel veel gedoe, maar je voelt er niks van. En je trekt hem dus met beide handen open.
Ik had er heel veel vragen over. Eigenlijk zou ik echt op de site het ook een soort van moeten uitleggen. Maar ik weet niet zo goed hoe. Ik zeg altijd, ja, met je ene hand de voorkant, de andere. Snap je? Dus het is echt super easy. En ze zitten wel echt ontzettend stevig. Ik bedoel, het gaat niet los zonder je handen. Dus je hebt echt je handen nodig. Echt, echt nodig, zeg maar, om het open te doen. En deze zijn dus heel leuk bij deze trui. Nu heb ik net op Insta gezet. Ik ga nu meteen aan de slag met de orders. Want ik heb één dag geen orders gemaakt. En ik heb er 7... Nee, nu net weer 2 erbij trouwens. Dus 19 openstaan. Het was super leuk met papa. Ik wilde heel graag nog met hem mee naar Baarn. Maar ik heb er geen tijd voor. Dus ik ga nu met die kleine boel naar boven. Ik heb dat al vaak gefilmd. Dus ik neem mijn camera wel niet mee. Maar dan ga ik lekker orders maken. Love deze trui. Gisteren een bestelling geplaatst trouwens op Instagram. Kom heel veel om jullie adviezen gevraagd. En ik heb heel veel wat betaalbaardere topjes in felle kleuren en zo besteld. Voor de zomer een beetje. Dus dat is ook helemaal leuk. Nu ga ik plassen. Oh ja, en ik heb nog weer 2 leuke zakjes binnen. Voor sieraadjes, doorzichtige. Met sterren en met stipjes. Super cute. Oké. En love deze tas. Doei. Hallo. Oké, ik ben vet goed bezig. Ik heb 20 orders gemaakt. Echt een uur of zo. Toen heb ik 80% van de retourtjes gedaan. Toen, dat is echt een drama. Toen viel mijn laptop uit. Toen moest ik van mezelf stoppen. Bolly in de kooi gezet. Toen zag ik, hé, luister, moeder begint over een kwartier. Dus ik ga nu heel snel mijn haar wassen. Ik wist dat ik het niet redde en ik kan niet pauzeren. Dus ik heb het begin gemist. Mijn haar moet drogen en anders ga ik mijn haar niet wassen. En het hoeft eigenlijk pas morgenavond. Maar aangezien ik oudergesprek heb tot 8 uur, is het niet lekker als je met van dat haar zit. Wat eigenlijk gewassen moet worden bijna, weet je wel. Daar hou ik niet van. Dus ik wil even lekker schoon haar. Ik kan daar namelijk heel slecht tegen. Dus dat heb ik gedaan. Gezicht is recht gereinigd en zo. Nu luistermoeder kijken. Tot weet ik niet hoe laat het eigenlijk duurt. Het duurt geen uur waarschijnlijk. Nee, het duurt heel kort zelfs. Dus ik heb echt al best wel 7 minuten gemist. Dat is wel jammer. Maar ja, tot 9 uur. En dan nog even een half uurtje chillen. En dan zorgen dat ik om 10 uur in mijn bed lig. Top. Dan ga ik de week vanochtend hier weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, of je duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Want daar plaats ik best wel veel op mijn story. En doei.